is een theologische vraag echt, of wij ons moeten vergelijken met Jesaja en Jeremia. Oh, ja. In het Nieuw Testament heb je bijvoorbeeld veel meer de gemeenschap. En daar worden de woorden ook voorgelegd in de gemeenschap. Herken je dit? Zou dit het woord van God kunnen zijn? Terwijl als we ons helemaal identificeren met Jesaja en Jeremia, dan zit dat gezag er helemaal in, zeg maar. De protestantse Henk Jan, katholieke Paul en evangelische Godwin gaan in deze podcast op zoek naar wijsheid. In dit nieuwe seizoen krijgen de mannen gasten over de vloer die ietsjes ouder zijn dan zijzelf. Maar Andries, wat heeft jou nou echt geholpen in het leven? Om te ontdekken welke levenslessen er nodig zijn voor het goede leven. Dit is Goed, Beter, Best. We zijn blij dat jij er bent, Kees. Dank je. Van harte welkom op onze koude zolder. Als je het niet overleeft of als je heel hard gaat hoesten, dan moet je het zeggen. Het is goed voor de hersenactiviteit, zeggen ze. Kou, ja. Kou, ja. Profetisch leven heeft ook alles te maken met afzien soms. Afzien. Ja. Dus dat brengen we in de praktijk. Je bent de theoloog des Vaderlands eigenlijk sinds kort. Dit jaar ga je op pad volgens mij op allerlei manieren. Wat ben je van plan daarmee? Ja, het project heet een beetje Theologie voor het Oprapen. En ik selecteer 10 plekken. Een beetje plekken waar veel deining is of waar veel gebeurt. Wat iets te maken heeft met onze cultuur. En waar mensen zijn die uit mijn comfortzone zitten. En ik trek een dag met ze op. Van voor het ontbijt tot 10:00 PM. Zo. En ik kijk en ik observeer en ik praat. En ik voeg ook wat toe, hopelijk. Dat ik met taal en observaties. En zo probeer ik theologie als het ware te ontdekken op de plek waar ik ben. Zo, leuk. Ja. Waarom dat? Waarom dacht je, ik moet het daar gaan oprapen? Ja, iedere theoloog des Vaderlands heeft zijn eigen project. Hiervoor was Katja Tolstaja, die is Russisch. Dus die had heel erg oorlog, vluchtelingen, ook ontmenselijking door oorlog als haar thema. En daarvoor was Thomas Cartier, een monnik. Dus ik was een beetje op zoek naar wat ligt dicht bij mij. En dit ligt wel dicht bij mij. Onze cultuur, geloof, wat als het ware verborgen ligt op veel plekken. Mm. En dat een beetje naar voren praten of kijken. Ah, ja. Kun je een paar voorbeelden noemen van mensen die al moeten? Wat voor soort profielen? Waar heb je het dan over? Ja, ik ben het een maand, dus ik ben het nog een beetje aan het opzetten. Maar een van de redenen waarom ik wat schor ben, is omdat ik gisteren op de Bunnik-site ben geweest bij FC Utrecht. Oh, kijk. Tegen AZ. Wat was het? 1-1, ja, toch? 1-1. Ja. 1-1. Fascinerend. Dus ik kreeg een mail van iemand. Er is bij ons de Nacht van de Theologie, heet dat. Daar begint het Theoloog des Vaderlands zijn. En ik zei, hoe gaaf zou het zijn als ik bij Ajax zou komen? Dat moet je niet zijn, nee, hoor. Maar wel, er was toen ontslag, gedoe, al die cancelen, weet je wel, al die mechanismes die in onze samenleving zitten, die gebeurden daar. Ja. Dus kreeg ik een mailtje van iemand die zegt, Ajax, FC Utrecht. En een prachtig verhaal van een Michel, een jongen opgegroeid hier in Utrecht, vanaf zijn 10e op de Bunnik-site. En hij zegt, ik ben 10 jaar geleden tot geloof gekomen en ik studeer theologie in Zwolle. En ik ben nog steeds op de Bunnik-site. Kom een dag met me mee. Schitterend. Ja. Dus gistermorgen zijn we naar de kerk geweest. De Nederlands Gereformeerde Kerk hier. De Maranatenkerk in Utrecht. Oh, leuk. De hele middag heb ik met hem zitten praten. En in de namiddag naar de Galgenwaard. En? Ja, hoe was het? Ja, het was... Ik hou van voetbal, dus dat... Dat scheelt. Dat scheelt. Het was prachtig. Dus het verhaal horen van een schoffie. Die nooit enige idee heeft gehad over studeren of opleiding. Die moest zien te overleven. Die ook heel veel gemist heeft. En dan de Bunnik-site als een plek waar hij eigenlijk zelfvertrouwen kreeg. En mate. Maar ook geweld en hard leven. En dat van een mens horen. Dus niet in de krant met een sticker of een typering. Maar gewoon... Ja. En hoe geloof in zijn leven komt. Hoe mysterieus dat eigenlijk is. En hoe hij dat nu dan doet. Zit hij gistermorgen in de Maranatenkerk met zijn Utrecht-shirtje. Atypische gemeentelid. Dat is het leuke van als ik dan meekijk. Ik zie allemaal heel wel opgevoede gezinnen en mensen. Hele goede mensen natuurlijk ook, als ik die zou leren kennen. Maar Michel zit daarbij, helemaal vol de tato's. Schitterend. En direct, Utrechts direct. Dus wat hem niet zint, dat zegt hij. Ja. Dus allemaal eigenschappen die je niet zo snel bij kerkmensen terugziet. En tegelijkertijd, dat leer ik al gelijk, zijn liefde voor wat daar gebeurt in de kerk. Ja. Ik dacht,
als je van de Bunnings side houdt, en ik was er gisteren weer, dan daar is zoveel intensiteit, hè, met supporters zingen en met het als het ware 1 uur of 2 uur lang vol heftigheid. Vind je de kerk dan niet saai? Hij zegt, dit is een verademing. De gekte ken ik wel. Maar wat hier gebeurt, en ook wat ik vond mooi, de zachtmoedigheid, zei hij. Dat ik hier niet hoef te scoren en voor mezelf op moet komen. Maar dat hier een gemeenschap is van mensen die met elkaar probeert te leven en het met elkaar uithoudt. Dat is een verademing. Dus dan kijk ik met zijn ogen naar zo'n gewone liturgie. Gewoon advent. Een paar Micha-teksten. Een dominee die een goed woord zegt. En ik kijk met hem en ik zie hem. We zitten samen adventsliederen te zingen. Ja, ik vind het echt heel ontroerend. En ook wel, het helpt mij om dichter bij, daar hadden we het over, hè, over die gasten, de ultra's die nu op de Bunnings-site zitten. Dat zijn weer hele nieuwe gasten. Hè. Die zitten met pillen, die komen uit de regio, niet uit de stad. Maar hij zegt, die hebben dezelfde mechanismes. De ervaring iemand te zijn, daar op de Bunnings-site. En ook de verslaving die dat geeft, om juist daar jezelf te kunnen uiten. En dat geeft mij weer zo'n nieuwe sympathie en liefde voor al die iets wat luidruchtige gasten. Oké, dus als we jou nog wel als hooligan dan. Ja. Hey, maar dit zegt al wel iets volgens mij ook over het onderwerp van vandaag. Hè? Want we hebben je eigenlijk ook gevraagd om eens met ons door te praten over het profetisch leven. Over wat het is om profeet te zijn in onze cultuur, in onze tijd. Om hoe dat eigenlijk werkt, wat dat is. En ook om een aantal levenslessen daarvan met ons soort van door te nemen. En één daarvan is eigenlijk ook wel van ja, die profeet is ook wel anders. Hè? Die staat anders in de samenleving dan misschien velen. Daar zou ik straks ook wat meer over willen horen. En ook op basis waarvan? Al die stemmen die er zijn. Naar welke stem luister je eigenlijk? Daar willen we het over hebben met elkaar. We willen het hebben met elkaar over, als je dan een stem, een waarheid hebt ontdekt in je leven, wat doe je daar dan mee? Hè? Daar heb jij prachtige afleveringen van gemaakt. Of het nou gaat over mensen als Angela Merkel of Martin Luther King. Mensen die iets doen met de waarheid die ze hebben ontdekt. En vervolgens was ik ook nog wel benieuwd als derde levensles naar, wat is nou de prijs die je daar dan voor betaalt? En hoe ga je daar eigenlijk mee om? Ik denk dat, Paul, jij hebt in ieder geval veel naar moderne profeten geluisterd ook, niet? Ik kan, en dat klinkt misschien, want er zit aan tafel hier met de maker, maar ik vind het denk ik wel de beste podcast die ik afgelopen jaar heb geluisterd. Ja, beter dan goed, beter best? Wauw. Even kijken. Wauw, over een Judas gesproken aan tafel. Wauw, Paul. Ja, Paul. Wow. Nee, maar ik er vind is het, vergeving, maar of hier vergeving voor is, dat weten wij niet. Nee. Nee, ik vind het mooi. Ik waardeer ook zeer het ecumenisch perspectief, de diversiteit van stemmen. Ik vond het mooi. Recent nog die van Nick Cave geluisterd. Ja, die was echt goed. Sowieso, Nick Cave vond ik al echt een held. Jij kent Nick Cave natuurlijk niet, Godwin. Nick die onder de cave leeft. Ja, die ken ik. Nick Cave ken ik niet. Ga straks een stukje luisteren. Gaan we zo. Ja. Maar ik beloof Kees bij deze dat ik de beste podcast van heel Nederland, zoals Paul dat beschrijft, zal gaan beluisteren. Ja. Mooi. Hey, maar dat is maar over profetisch leven. Ik bedoel, alle gein. Maar dat is ook iets wat jij juist doet, Godwin. Dus, ja. Dus laten we daar vooral met elkaar over doorpraten. We dachten misschien wel, hè, voordat we dan daar helemaal induiken. Vinden het ook wel. Ja, we beginnen natuurlijk alweer met een beetje gauw hoe nu. Maar ook daar toch nog even over doorgaan. Even een paar losse vragen. Onze ervaringen met profetie. Vaak doen we even een soort rondje in het begin. Ja. En wat dat eigenlijk betekent of in onze levens of wat dat is. Het is ook zo'n gek woord ergens op een bepaalde manier in onze cultuur. Dus wat is, hè, ook in jouw katholieke traditie, wat is jouw ervaring met profetie, Paul? Ik kom niet uit een heel charismatisch milieu. Dus de hele zaak van de gaven van de geest en die op expliciete manier, op een heel normale manier om je heen ervaren. Dat er mensen in de kerk zijn die opeens met profetieën komen, met tongentaal. Dat is mij wat meer vreemd. Maar ik ben het de afgelopen jaren, juist daar ben ik me ook wat ontvankelijk voor gaan stellen. Mijn ervaring met profetieën is, natuurlijk die van de Heilige Schrift neem ik heel serieus. Ik ben ook historicus en ik hou veel ook van kerkgeschiedenis. Ja, en bijvoorbeeld laten we zeggen, die Maria-boodschappen zoals die van Fatima bijvoorbeeld. Misschien zijn ze niet heel bekend voor een. Nee, vertel. Het is heel interessant in de katholieke kerk, zeker in de afgelopen 2 eeuwen.
Zijn er een aantal verschijningen van Maria geweest. Hè? Nou, dat wordt dan geloofd, et cetera. En sommigen worden ook door de kerk gezegd, ja, dit was zo. En anderen wordt gezegd, dat laten we aan de populaire devotie om het wel of niet te bepalen. Maar het hele fascinerende is dat al die verschijningen van Maria zijn geweest vaak aan hele eenvoudige, ongelettende kinderen. En dan hebben we het over Frankrijk, Lourdes. Dan hebben we het over in Parijs, in België trouwens. In Portugal, in Mexico. Die was al een aantal eeuwen daarvoor geweest. En die van Portugal was 1917 aan drie herdertjes. Mm. En daar kregen ze opeens te horen van een groot kwaad dat over Rusland zou komen. Dat deze oorlog zou eindigen, maar nog een grotere oorlog zou komen. Dat de mensen zich moeten bekeren. En dan heb je het over drie echt gewoon in een dorpje, Fatima, ergens random. Ja. Nou, dat hele gebeuren. Dat vind ik fascinerend. De afgelopen tijd, bijvoorbeeld meer op een persoonlijke noot, nou, dat is ook zeker een beetje via de sfeer van de Move community, dat ik mensen heb ontmoet, bijvoorbeeld als Robbie, hè, die ook een Wake Me Upper is. En dat hij veel op persoonlijke noot, hè, in de kader van de vriendschap, dat hij ook een profetie met je deelt over jezelf. En dat heeft ook best wel impact op me gehad. En dat heb ik ook heel veel gewaardeerd. Ja, dat had ik zelf, dat, om daar gelijk bij aan te sluiten. Dat is, hè, want ik kom uit de protestantse traditie. Niet super zwaar op de hand, maar wel, daar is profetie. We gaan ook niet zomaar even een profetisch woord tot elkaar richten, zeg maar. Dus toen Robbie ik weet dat we in de kroeg zaten inderdaad, en dat hij dat wel doet en dat hij daarvoor bidt en dan woorden doorkrijgt. En dat iets zegt over je naam en wat je in je leven nodig hebt op dat moment, dat bemoedigt of je raakt. Dat vond ik inderdaad ook wel verwonderlijk. En heb ik ook wel ietsje meer ervaring mee gekregen door al die gekke charismaten waar we inderdaad ook mee langskomen. En dat doet me wel goed. Dus daar zit iets in waarvan wat ik eigenlijk nog weinig ontdekt heb in mijn leven, maar wel langzamerhand de voor opensta. Dat niet meer zo heel gek is of minder gek is. En waarvan ik voel, hey, daar spreekt God soms door in mijn leven. Ja. Ja, ik heb juist dat ik eigenlijk wel mijn hele leven een beetje met profetische woorden en profetie te maken heb. In het begin dacht ik altijd dat het vanuit iemand die een spreker is uit Amerika, dat die een profetisch woord meegebracht en dat hij in een vliegtuig zat en dat God dan een woord gaf of zo. Maar ik heb wel heel vaak dat we conferenties hadden vanuit, ik ben zelf vanuit de evangelische hoek. En dat we dan, dat de profetische woorden werden gesproken, ook over mijn eigen leven. Dat ik heel vaak heb gehoord van, hey, God heeft een plan met je leven, dit ga je doen, zo zal je leven eruit zien. En in het begin dan merk je er eigenlijk niet veel van, de eerste 2-3 jaar niks. En ook door dromen heeft God wel een aantal dingen bij mij bevestigd. Maar eerst was het heel erg op afstand, ervaarde ik altijd. Of over mijn leven, maar dan ervaarde ik het niet gelijk. En eigenlijk de afgelopen jaren is het zo intens. En ik ben er ook heel bewust op zoek naar. Ik ben ook naar een profetenschool geweest een aantal weken geleden. Om echt bezig te zijn met die gaven. Omdat ik zat een keer in een Spaanse kerk. En ik was al klaar met preken. En toen ging ik naar beneden. En toen zei de voorgangersvrouw van, hey, ik wil dat je opkomt. Want God wil wat nieuws door je heen doen. Nou, ik ben weer naar boven gegaan en opeens leek het alsof ik stemmen hoorde die ik voorheen niet hoorde. En heel duidelijk, echt een hele duidelijke, zuivere stem. En ik bevond me opeens in een kamer, een hele donkere kamer. En er was een man die zat vast aan een ketting, zag er best eng uit, zeg maar. Maar hij zat vast aan zijn voet, aan zo'n hele grote, je weet toch, zo'n gevangenisbal, wat je altijd in tekenfilms ziet. En hij kon maar niet uit die kamer. Waar hij ook heen ging, hij kon niet eruit. En toen zei de Heer tegen me, dit is een nachtmerrie wat iemand elke avond krijgt. Dus ik sprak het maar uit. Ik zeg, nou, iemand, dit is wat ik zie. Iemand krijgt een nachtmerrie en zo ziet het eruit. En toen zei ik, als diegene hier is, wil ik graag voor je bidden. En het was opeens stil. Echt super awkward. Mijn muziek was ook gewoon opeens weggevallen. Iedereen was gewoon stil. Toen dacht ik, hè, hoor ik het niet goed of verzin ik dit? En opeens liep de drummer van achter zo naar voren. En die begon helemaal te huilen. Breken, huilen, huilen. En hij gaf aan dat hij al weken echt precies die nachtmerrie had. En dat was voor het eerst dat ik echt zo'n profetische woord kreeg op dat moment. En eigenlijk sinds toen ben ik steeds meer gevoeliger geworden. En probeer ik het stemmetje van de Heer wel echt te onderscheiden. Wanneer de Heilige Geest daar echt in spreekt. Maar ik ervaar het bijna wekelijks nu. Dat ik dan echt soms op random mensen afloop en dan zeg, hey, de Heer spreekt tot mij. En dit is een profetisch woord wat ik voor je heb. En het is echt tot nu toe altijd gewoon raak. Dat mensen denken, hoe weet je dat? Zeg, ja, dat is niet bij mij, maar moet je bij de Heer voor zijn. Tegelijkertijd weet ik ook wel een beetje, en daar kunnen misschien, heb ik wel vragen over aan Kees. Heeft het ook wel een gevaar?
En dat gevaar ben ik mij nog niet altijd heel bewust van. In de zin van, de Bijbel heeft het er ook over. Niet elk profetisch woord is precies is een woord wat van God komt. En ik heb het meegemaakt in Almere. Ik zou deze kort houden, maar heel gek. Ik liep in Almere en er kwam een man. Ik denk dat hij uit India komt. Lange baard en zeg maar zo'n achtergrond. En hij komt naar me toe en hij zegt echt dingen tegen me die gewoon kloppen. Echt gewoon niet normaal. Gewoon, hij had het over, je helpt heel veel mensen. Maar niet altijd heb je het gevoel dat mensen jou helpen op het moment dat het nodig is. Maar ik ging echt door zo'n periode dat ik dacht van, maar God, we helpen inderdaad zoveel mensen. Maar wilt u ook mensen aan onze kant zetten die ons gaan helpen met bouwen? Daar zat ik echt op dat moment mee. En hij spreekt het uit en ik denk, huh? Dit is allemaal raak wat hij zegt. En op een gegeven moment zegt hij tegen me, je moet een cijfer in je hoofd hebben. Nou, ik dus een cijfer, ik had de 7. En hij zegt, noem een naam van een bloem, ook in je hoofd. Nou, heb ik in mijn hoofd genoemd, mijn schoonmoeder heet Margriet. Dus ik heb de M en hij zei, oké. Dus hij had een papiertje in mijn hand. Had hij al wat opgeschreven, heeft hij in mijn hand gevouwen. En vervolgens zegt hij dat alles tegen me. En zegt hij, de cijfer wat je in je hand had en de letter, als dat op een papiertje staat, dan weet je dat ik gelijk had in wat ik zei. Nou, ik dus doe mijn hand open, doe dat papiertje open en stond inderdaad de 7 en de M. En ik was even flabbergasted, maar toen bracht het me even terug bij dat stuk van, oké, niet alles wat een profetisch woord is, hoeft per se van God te zijn en goed te zijn. Want toen kwam het volgende. Toen vroeg hij me om kapot veel geld. Ik lieg echt niet. En ik loop, ik loop nooit met los geld. Dus toen, hij kon me gewoon vertellen, ook heel profetisch, waar de pinautomaten waren. Dus op een gegeven moment dacht ik, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus ik heb gelijk mijn oom gebeld. Ik zeg, Don, gaat iets fout hier? Maar dat is een beetje mijn ervaring met profetische woorden, ja. Geweldig. Ja. Dat is echt de krachten van ervaring in je leven. Ik ben ook wel onder de indruk inderdaad van zo'n verhaal. Trouwens, je vrouw ook, hè? Ja, mijn vrouw bekend. Heeft het heel sterk, veel sterker dan mij. Ja. Hoe je luistert er nu allemaal aan, Kees, maar jij hebt zelf ook een je komt ergens vandaan ook, profetie in jouw leven. En als je dit hoort, wat is voor jou de betekenis? Ja, ik inderdaad, ik heb ik heb mijn proefschrift geschreven over profetisch spreken, profetische speeches meer, zeg maar. En ik ben theoloog, dus ik kom wel vanuit een bijbelstheologische achtergrond, vanuit dat begrip. En ik merk wel dat het heel veel fenomenen zijn tegenwoordig, worden profetisch genoemd, zeg maar. Dus er is ook wel een beetje een inflatie van het begrip gaande. Welke manier bedoel je? Nou, kijk, ik vind het, de voorbeelden die jullie noemen, dat zijn soms, sorry voor de termen, maar dat zijn soms bijna een soort epifanische momenten. Dus er gebeurt een soort inzicht, een vorm van kennis die je overvalt en die waar je eigenlijk niet precies van weet waar die vandaan komt. En dat, daar doe je wat mee. Dat spreek je uit of dat draag je in je hart mee. Maar ik zou dat eerder de epifanie noemen. Dus iets onthult zich dan per se profetisch. Ja, the word of knowledge. Het woord van kennis wat je dan op dat moment krijgt. Of openbaring misschien. Oh, ja. Ja. Maar je ziet maar, de termen zijn. Het gaat over een terrein van kennis dat heel moeilijk terug te brengen is tot logica of tot overzichtelijke begrippen. Dus daarom heb ik ook mijn proefschrift toen over geschreven. Om te proberen om iets meer grip op het profetische begrip te krijgen. Daar komen we nog wel op, denk ik. Maar ik merk wel dat in mijn traditie heeft het wel heel veel te maken met. Dus niet per se alleen maar met de directe openbaring van God naar een individu. Maar ook heel vaak met een traditie die tot leven komt in een mens. En die traditie als het ware voortzet. Neem Martin Luther King. Martin Luther King belichaamt de Afro-Amerikaanse baptistische traditie. Dat heeft hij van zijn vader gehoord en van zijn ooms. En die hele traditie komt tot leven in Martin Luther King. Mm. Dus dat is niet zozeer een individuele capaciteit van hem. Maar alles wat hij al gehoord heeft en gelooft, dat komt tot leven in een visie op wat recht en onrecht is. Mm. Dus in mijn analyse zit traditie. En dat zie je ook bij alle moderne profeten van de portretten die we gemaakt hebben. Die traditie komt tot leven in een mens. En dat is een iets andere stroming, zeg maar, dan de stroming, de meer charismatische stroming, die heel erg individueel denkt. God en het individu en beelden en kennis. Dat is zeg maar de charismatische definitie van het profetische. Daar heb ik niet zo heel veel verstand van. En als je daar dan toch, hè, want dat voelden wij inderdaad ook wel een beetje in de voorbereiding. We hadden het vanmorgen nog even over in de weekopening bij Move and Living Image. Hè, dan komen die twee aspecten allebei een beetje bovendrijven. En kun jij überhaupt iets hè, met die
verhalen van, nou, zo'n woord van kennis, God die spreekt in beelden, zo'n droom die opeens boven komt. Hoe luister je, voordat we ook wat dieper induiken op dat, ja, die hele profetische traditie waar je het over hebt, maar als je dat dan luistert, die dimensie, hoe denk je, wat is dit voor rarigheid? Of werkt God ook op die manier? Ja, ik luister wel heel scherp, niet alleen naar inhoud, maar ook naar wat er gebeurt. Mm-hmm. Waar ik heel argwanend in ben, is de factor macht. Kijk, zodra je dingen gaat zeggen over mensen, hetzij over wat er in hun innerlijk leeft, of hetzij wat over de toekomst gaat gebeuren, krijg je een bepaalde macht over mensen. Mm. Want een onzeker mens waarvan jij gaat zeggen dat dit en dit gaat gebeuren, en dat die, dan raak je een dimensie in die mens die heel kwetsbaar is. Dus daarom vind ik de uiterste voorzichtigheid en de hoffelijkheid bijna, waarin je voelt waarin iemand iets wil delen met een ander, waarin ook terughoudendheid zit. Ik kan ernaast zitten. Mm. Als dat niet erin zit, ik kan ernaast zitten, maar dit is het woord van God. Dat vind ik een te grote machtsgreep naar het woord van God. Mm. Dus ook bij de profeten zie je dat in de Bijbel. Het is een theologische vraag echt, of wij ons moeten vergelijken met Jesaja en Jeremia. Oh, ja. In het Nieuw Testament heb je bijvoorbeeld veel meer de gemeenschap. En daar worden de woorden ook voorgelegd in de gemeenschap. Herken je dit? Zou dit het woord van God kunnen zijn? Terwijl als we ons helemaal identificeren met Jesaja en Jeremia, dan zit dat gezag er helemaal in, zeg maar. Ja. Ons past, vind ik, terughoudendheid. Maar ik hoor ook inderdaad de ervaringen van dat er iets heilzaams gebeurt en iets troostends of iets richtinggevends. En daar vind ik, het blijft iets mysterieus en we moeten het mysterie eerbiedigen in alle omstandigheden. Ja. Dus dan precies zo, nou, jouw verhaal over die drummer die naar voren komt en, ja, en wat je dan wat je doorgeeft eigenlijk. Hè, dan zeg je eigenlijk, Kees, dat is iets wat een mysterie wat je, ja, niet helemaal moet willen verbaliseren. Je moet er niet altijd helemaal willen begrijpen of woorden aangeven. Dat is wat daar is. Maar het moet in ieder geval wel in een soort context zijn van de gemeenschap. Hè, dat anderen daarin mee kunnen denken, mee kunnen beoordelen van, hey, klopt dit? En er moet een soort bescheidenheid in zitten van, joh, ik heb dit op mijn netvlies van binnen. Maar ik kan er ook naast zitten. Ja, en ik zou gelijk de luwte opzoeken. Dus gelijk, want dat is heel kwetsbaar wat daar gebeurt. Als iemand zijn innerlijke nachtmerrie deelt, dan gebeurt er iets groots. En dat is ook riskant, want er zijn ook altijd anderen bij betrokken. Een vrouw, een man, een ouders, waar gaat het precies over? Welke angsten komen boven? Dus de luwte en meerdere mensen. Dus niet één op één, dus die machtsfactor, daar ben ik heel... En die cijfers, dat hoor ik steeds meer. Zeker van Amerikaanse profetenscholen. Dat zijn ook manieren, ik weet niet hoe ze het doen. Maar daar hoor ik veel van. Hè? Dat je iemands geboortedatum op de een of andere manier kunt achterhalen. En dat je dat kan zeggen. En zodra je dat zegt, heb je invloed op iemand. En je denkt, hé, hoe weet die dat nou? En dan heb je als het ware een opening om ook te getuigen of te vertellen. Dat zijn, dat vind ik, riskante manieren. Als ik daar ook nog... Dit raakt me wel. Ik kom meer echt uit die andere traditie. Dus voor mij is het denk ik relevanter om wat meer ontvankelijker te staan. Om het zo te zeggen voor die... Maar wat wel zo is ik ben inderdaad heel bang. Bijvoorbeeld als je kijkt naar van die einde der tijden profeet of zo. Of mensen die er misbruik van maken. Of het manipulatieve karakter dat erachter kan zitten. Maar ook, en dat is misschien nog gevaarlijker... Dat is het wishful thinking. He, dus dat je op een bepaalde manier bijna geobsedeerd raakt in gebed met dit moet er gebeuren of ik moet iets weten, et cetera. Ja, en hoe onderscheid je dat? Ja. Zeker als je charismatisch bent. En dat bedoel ik niet charismatisch in de spirituele zin, maar charismatisch dat je leiderschapskwaliteit hebt. Je bent iemand die gewoon impact op mensen heeft. Zeker als je een dominee of een priester bent, je bent voorganger. Ja, en dan ben ik best wel schuchter. En dan denk ik... Ik heb met de Heilige Schrift en met de traditie en met mijn persoonlijk gebed heb ik al genoeg. Dus in principe heb ik dit niet nodig. Mm-hmm. Zo sta ik erin. Maar misschien is dat van mezelf soms iets te sceptisch en moet ik er zelf iets ontvankelijk staan. Maar dat heeft ook met een soort beschermingsmechanisme te maken of zo. Ja, ik weet niet hoe je dat denkt. Bij ons is het meer, of wat ik ervaar, is het meer dat het profetische meer juist toevoegt en heel veel kracht en hoop geeft. Als ik dan naar mijn eigen leven kijk, heel veel dingen wat ik nu doe, zijn gewoon echt letterlijk profetische woorden die toen zijn uitgesproken. En dat zijn dingen die ik niet per se heb opgezocht. Ik geloof heel erg in het profetische.
Ik geloof wel inderdaad dat je daar bescheiden in moet zijn. Want dat is claimen dat God heeft dit gezegd, dus dat gaat nu gebeuren. Ja, dat vind ik riskant, want je hebt natuurlijk altijd nog een eigen wil. Je zou kunnen kiezen, nou, ik ga dat gewoon niet doen. Dat kan natuurlijk ook. Maar wat wij doen, en dat vind ik wel fijn, is naast dat er een profetische woord wordt uitgesproken bij ons in de kerk, hebben we altijd wel de oudsten en de leiders die dat natuurlijk gaan beproeven. Dus er is altijd wel een tijd en een moment waarin dat beproefd wordt. Van iemand heeft dit gezegd en natuurlijk met de persoon, hoe ervaar jij dat? En we hebben ook wel een cultuur waarbij je kan zeggen, ja, maar ik reject dat stuk wat jij gezegd hebt, want het valt op dit moment niet in lijn met wat God persoonlijk tot mij aan het spreken is. Dus het is niet een houvast, een anker van er wordt een profetisch woord gesproken, dus je moet. Maar vaak merk ik wel dat een opluchting is van, ik kan eindelijk een volgende stap maken. Een van die voorbeelden bijvoorbeeld, er was een man die ik sprak. En terwijl ik met hem sprak, zag ik een pak. Echt een op maat gemaakte pak, helemaal uitgemeten. En er was een andere pak. En die pak was een hele grote, fladderende pak. En ik kreeg heel erg sterk door dat het met werk te maken had. Dus ik zei tegen hem, ik geloof en ik ervaar op dit moment dat er iets met werk jou, dat er een stap komt in het werk wat jou wel gaat zoeken. Dus echt dat je gaat passen. Een op maat gemaakte baan voor jou, op maat gemaakte pak. En toen zei hij, ja, ik heb net ontslag genomen. En ik ben inderdaad nu bezig met de andere baan. En dat hij moet erin groeien. Maar het gaf inderdaad aan, it fits me better. Het past beter bij mij. Voor hem was dat de bevestiging om door te kunnen gaan met de baan wat hij op dit moment heeft. Dus dat zijn wel de momenten waarvan ik denk van, nou, dat profetische, dat is hoe ik ernaar kijk. En dat is hoe ik merk dat het ook het leven om mensen om mij heen ook echt opbouwt. Maar Godwin, ik ken jou en ik vertrouw hierop. Maar ook even voor de luisteraar ga ik toch even een kritisch commentaar maken. Ja. Vraag stellen, geen commentaar maken. Hoe vermijd je dat het een soort christelijke horoscoop wordt? Ja, goede vraag. Ik denk door zelf echt een persoonlijke relatie met de Heer te behouden. Ergens, jij kent jezelf beter dan ik jou ken. En God kent ons natuurlijk het beste. Maar als jij een relatie met God hebt, dan weet jij ook, als ik jou, stel dat ik zal zeggen tegen jou, Paul, kom je op straat tegen en ik ken je niet. En ik zeg, ja, God heeft een vrouw voor jou en je gaat die over een maand ontmoeten. Maar jij weet, je bent celibaat. Ja, denk je ook, die is gek. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik geloof, je moet ook wel. En dat profetische is, het is inderdaad een mysterie. Dus daarin geloof ik, je moet de bron, moet jij leren kennen. Maar jij moet ook zelf weten, wie ben ik als christen en wat is mijn relatie met God? Daar kunnen mensen een profetisch woord uitspreken. Maar als jij weet wat het woord is wat God jou gegeven hebt, dan zou je daarin ook altijd aan vast blijven houden. Een van de voorbeelden, toen ik American Football speelde, ben ik gestopt omdat ik ervaar dat God me vroeg om te stoppen. Maar ik had ook echt mensen die zeiden, nee, je gaat naar Amerika, je gaat het halen. En dat zou misschien wellicht een pad kunnen zijn wat ik kon bewandelen. Maar ik koos ervoor om te stoppen, want ik wist wat God van mij vroeg. Misschien goed om dan gelijk even door te steken naar een soort les. Of een soort, ja, we zijn op zoek in deze serie naar levenswijsheid. Ja. Naar welke stem luister je in je leven? Ja. En ik denk dat is iets wat ik ook veel bij jou terugzag, Kees, in Moderne Profeten. Een waarheid eigenlijk om te leven, voor te leven en te sterven. Hè, die veel van die profeten ook lijken te vinden. En hoe vind je dan die waarheid? En naar welke stem luister je daarin? Kun je daar eens iets over? En juist ook in die veelheid van allerlei stemmen. Je weet niet of het betrouwbaar is. Je weet niet wat er in je hart leeft misschien. Of wat er. Hè, naar welke stem luister je? En hoe bepaal je dat? Kun je er iets over delen, Kees, uit jouw ervaring, zoektocht? Ja, het is wel het is een breed terrein. Dus het heeft voor een deel te maken met levenswijsheid en een soort rijping in je leven. En je hebt het profetische. En dat is niet hetzelfde per se. Als ik weer even terug ga naar de Bunnock-site. Michel, die vertelde me dat hij, behalve dat hij in een heel heftige volkswijk opgroeide en een heleboel miste, dat hij ook een kind was die zich graag terugtrok en van lezen hield. En dat hij hier in de binnenstad bij de Jacobikerk, bij de Augustinessen ging spelen. En dat hij altijd gefascineerd was door de roeping die zij belichaamden. En dat hij later in zijn leven eigenlijk die stemmen ging herkennen als belangrijke duwtjes naar een manier van zijn die hij nu gevonden heeft. En dat zie ik bij Moderne Profeten echt heel vaak. Dat
het bewust worden van welke stemmen er in je leven ook zijn. En het wegen van welke stemmen waar je ergens intuïtief in vertrouwt. Dat die goede stemmen waren en dat die je op de weg van Jezus zetten. Daar moet je naar luisteren. En dat is, ik zou bijna zeggen, dat is meer dan externe stemmen. Je moet bijna luisteren naar de stemmen die innerlijke stem en die innerlijke herinneringen bevestigen en voortstuwen. Die versterken dat als het ware. Kun je daar iets over delen? Ook bijvoorbeeld uit je eigen leven, als je dat wil. Je bent lang in Indonesië geweest. Je hebt daar ook mensen, ook bijzondere ontmoetingen gehad. Je hebt keuzes gemaakt in je leven die misschien ook profetisch zijn. Hoe heb je dat zelf ervaren? Ik heb in Indonesië is voor mij een hele belangrijke ervaring geworden, omdat ik docent was op een opleiding voor voorgangers, predikanten. En daar ontmoette ik jonge mensen uit heel Indonesië. En die hadden zo'n bagage aan ervaringen die ik helemaal niet kende. Dus keiharde corruptie. Dus zeker weten dat je de rest van je leven te maken hebt met corrupte mensen. Armoede, maar ook religieus geweld. Dat hadden zij allemaal in hun biografie zitten. En als ik zag hoe dat hun kracht gaf. Ik was heel vaak eigenlijk hun leerling en ik luisterde heel goed naar hen. Dus dat heeft voor een deel mijn overzichtelijke wereldbeeld aan flarden geschoten. Want er zijn zoveel plekken in deze wereld waar toch ook een beetje de taal van Gods plan met jouw leven. Hè? Dat is heel maakbaar en heel optimistisch. Terwijl ik zag een heleboel jonge mensen die gewoon geen enkele kans hadden op vooruitgang of zo. Maar die toch een heel sterk geloofsleven hadden en niet bezig waren met maakbaarheid of toekomst of ontwikkeling, maar gewoon waren zoals ze waren. En die stemmen in hun leven, die functioneerden als stemmen van God. Ja, daar heb ik zoveel van geleerd. Ook een beetje om mezelf los te laten en of mijn leven lukt of niet en of ik lang leef of kort. Maar dat ik eigenlijk ook wel terugkeerde naar de... Ik was een gelovig kind. Dat ben ik ook lang kwijt geweest. Maar het terugkeren naar het geloof van mijn jonge jaren, het is een bevrijding voor mij geweest. Dus dat heeft mij, en dat nogmaals, dat zag ik bij die moderne profeten ook, het opdoen van welke lijnen er in je leven liggen, ook welke geloofslijnen of welke herinneringen je ook aan God hebt. Als je daarbij in de buurt blijft, dan wordt je leven heel sterk. En dan heb je ook een heel sterk kompas of zo, op de een of andere manier. Heb je het idee dus dat mensen snel vervreemd aan het raken zijn van wat er eigenlijk al in ze is, is gelegd aan stemmen en aan God? Ja, dat denk ik. En waar komt die vervreemding door? Wat zijn mogelijke oorzaken? Door haast, door te grote ambitie, door wereldse idealen soms ook, van dat je denkt dat je dit moet of dat je dat moet. Door het verwaarlozen, denk ik ook, van de essentiële vormen van het geloof. Rust met God, gebed, een gemeenschap waar je trouw aan bent en waar je in wortelt. Zeg maar die hele klassieke vormen, die zorgen voor vertraging en verdieping. En ook voor, daar kun je mens zijn op een hele oorspronkelijke manier. Terwijl als je steeds voortgejaagd leeft en je moet dit en je moet dat en dan weer bij die club en dan weer bij die club, dan raak je ook vervreemd van die oorspronkelijkheid in jezelf. Dus er is ook een moderne profetie klinkt vaak als iets van de toekomst. Hè. Daar hebben we net ook veel over gehad. Hè. Iets waardoor je de toekomst wat weet te duiden, weet te ontdekken wat je moet doen als het ware. Of wat God voor jou voor ogen heeft. Dat in die zin van de betekenis. Maar eigenlijk zeg je ook, het heeft alles te maken met het verleden. Het heeft alles te maken met wat God in je heeft gelegd. En daar de grond, dichtbij blijven, bij je traditie, bij je gemeenschap, bij de mensen waarvan je houden, bij hoe je was als kind. Zijn dat dan de type stemmen waar je naar mag luisteren? Ja, in de Bijbelse, in het Oude Testament zijn profeten heel vaak mensen die zeggen, herinner je? Waar ben je mee bezig? Wat ben je aan het doen? Welke afgoden volg je? Herinner je? En dat herinneren, dat is inderdaad de gestalte waarin je terugkeert naar die oorspronkelijke lijnen in je leven en ook in je geloof. En wat ik interessant, want eigenlijk je zegt moderne profeten, maar misschien ook een synoniem zou kunnen zijn, moderne visionaire. En wat ik ook eruit haal, is je hebt aan de ene kant echt die grond, hè, van die traditie, je familie, de gemeenschap, de innerlijke stemmen. En dat is een vruchtbare grond, misschien ook voor de Heilige Geest, om je naar voren te leiden. Want er zit wel degelijk ook een bepaalde idee van vooruitgang. Van we moeten hier naartoe. Er zit richting in. En richting is niet alleen verleden.
Nee, maar dan is het, als ik in jouw analogie doordenk, Kees, zeg maar, naar die moderne, die zeggen de Micha's en de Jeremia's en de Jesaja's, en die zeggen toch ook vaak van, joh, kijk nou wat je al gegeven is, volk. Kijk nou wat God eigenlijk met je voor bedoelingen. Het is niet zo moeilijk. Wees trouw, et cetera. En ga op die weg verder, in plaats van ga iets totaal anders doen. Of hoe... De herinnering schept verwachting. Ja. Als God trouw was en er was, zou hij er dan morgen niet zijn. Mm. En dat geeft ook een... Ja, ik vind profetische stemmen zijn ook vaak hele ontspannen stemmen. Mm. Dus die hebben dat moeten en dat maakbare. Dat hebben ze niet zo heel sterk. Van, het zijn niet utopische mensen die zeggen, wij gaan met z'n allen daar en daar heen. En dat is eigenlijk een heel modern maakbare idee. Terwijl profetische stemmen, die uiteindelijk verwijzen ze naar God. God zal... Mm. En de humor, als je Tutu en King, en daar zit voortdurend humor in. En humor is een teken van ontspanning. En ontspanning komt ook omdat de last ligt niet bij jou of bij ons. Ja. God zal. Hij heeft dat gedaan en hij zal het doen. En wij hopen daarop en wij verwoorden dat. En we verzetten ons. Dat wel. Dat zit het er, dat heb je bij dat moderne profetische, in het charismatische wat minder. Hè. In het profetische, in de Bijbel zit altijd ook het aanwijzen van wat dat beschadigt. Gods werk. Daar zit de felheid. De felheid zit niet in van wij moeten nu met z'n allen dit en dit gaan doen, want dan komen we daar. Dat is bijna een moderne ondernemerachtig. Maar bij het profetische zit veel meer God heeft gedaan. En hij is en hij zal. En wij zijn beschikbaar. En we verzetten ons tegen alles wat die stem kapot maakt. Kun je eens wat een profeet, waar je nu aan moet denken, iemand die jou, je hebt er een stuk of 16 of zo besproken, maar geef eens een voorbeeld, iemand die je raakt op dat vlak. Ja, het is zonder gekheid. Elke keer als ik in zo'n leven duik, dan ben ik op dat moment echt gewoon helemaal verzot op die figuur. Dan denk ik, ja, dit is hier zit alles in. Dus ik vind het echt heel moeilijk om te kiezen. Maar heel vaak, als het gevraagd wordt, merk ik dat gelijk wel Frère Christian me raakt. Dat is de broeder in Algerije van Des Hommes de Dieu. Daar is een film over gemaakt. Echt ontroerende film. Ontroerende. Trouwens. Absoluut de moeite waard. En ook, kijk, dat is een in zekere zin een obscuur gebeuren. Niemand had dat ooit geweten. Hè? Gewoon een groep monniken die ergens in Algerije menselijkheid verspreidt en geloof in God. En die zich niet laat vervreemden van moslims. En ook niet zich laat verjagen door geweld. Maar die gewoon bleven. En de bereidheid om je leven te geven. Om gewoon jezelf te blijven. Om niet te zwichten voor die stemmen van haat. En ook van vervreemding. De liefde die daarin zit. En de kracht. Het is niet zo gek dat daar een film van gemaakt wordt. Omdat ik denk dat dat spreekt tot de verbeelding van ons allemaal. Het is zo makkelijk om te haten en om te vervreemden. En het is zo... Om te vluchten ook. Of om te vluchten. En het is zo waardig om te blijven en om te zijn. En dat geeft mij dus ook de missionaire hoop. Dat ergens, als we dat belichamen door gewoon te zijn wie wij geroepen zijn om te zijn, dat spreekt tot de verbeelding. Een mens die aandacht heeft voor een ander en die zegt, ik ga me niet van jou laten vervreemden, ik ben er voor je. Ja, en daar zitten ze... Ik was gisteren in Huis van Vrede. Dat is een plek in Utrecht, waar een kerk in Utrecht in feite, maar ook een soort buurthuis en Kanaleneiland. Een wijk waar ook de nodige problemen zijn. Waar dan ook allerlei mensen rondlopen die met elkaar uit allerlei culturen proberen een gemeenschap te zijn. Hè, op een plek waar het ook niet altijd even makkelijk is om dat te doen. En daar lopen ook allerlei typische witte, hoogopgeleide mensen met goede banen rond. En er zit iets atypisch in een keuze maken voor zo'n soort gemeenschap. Of op zo'n plek te zijn en te blijven en onderdeel te zijn van die... Terwijl je eigenlijk, terwijl het beeld is, ja, ga lekker naar witte vrouwen of naar een mooie wijk waar je een mooi eigen huis hebt. Nee, kiezen om in een woongemeenschap, hè, om een leven te leiden wat veel meer, ja, wat spreekt over wat God voor ogen heeft voor onze samenleving of zo. Dat zit het daar een beetje in. Ja, vind ik een mooi voorbeeld. Ik volg vanuit mijn ooghoek Henk Bouma al een jaar of 15. Dat is de predikant daar, ja. Kijk, dat vind ik echt een heel belangrijk type mens. Die ook
Want bij het profetisch waar we het net over hadden, daar zit ook iets van de instant effect in bijna. Dat, terwijl het langdurig op een plek zijn, klappen krijgen, incasseren en blijven. En ook op persoonlijk niveau struggelen. En de kracht die daardoor ontstaat is een hele trage kracht of zo. Ja. Maar heel ruim en heel wijds. Ja, dus dat vind ik een heel goed voorbeeld. Als ik het even probeer, want we proberen ook een beetje samen te vatten vaak van, hey, als je hier naar luistert, wat haal je hier nou uit? Wat kun je hier nou mee? En dan zeggen we eigenlijk, die stemmen waar je naar, in al die verwarring in het leven en alles wat je kunt en moet en al die mensen die dingen tegen je aan kunnen houden en al die, ja, je hebt van binnen, heb je ook een dialoog continu. Je hebt een soort, ik zeg wel eens, je hebt een soort ministertafel in je hoofd zitten. Hè? En er zitten allerlei mensen aan tafel. En wie geeft, dat is jouw innerlijke dialoog, het gesprek wat je zelf met je aangaat. En wie geef je daar een plek in of zo? Hè? En dan zou je kunnen zeggen van, nou, probeer eens terug te gaan naar die mensen, die plekken, die traditie, het geloof wat je hebt gehad en waar je iets in hebt ontdekt wat goed is voor je. En geef die stemmen een plek aan tafel. En probeer dat, ja, steviger te maken dan al die andere stemmen die je weer tot iets oproepen, ja, waar je misschien niet moet zijn. En hoe ga je ermee om als juist die stemmen misschien je oproepen tot iets wat je niet moet zijn? Dus de stemmen, dat die sterker zijn, die stemmen. Stel dat je bent opgegroeid en je hebt altijd gehoord dat je niks kan, dat je niks zou worden in het leven. En ja, dat kunnen toch wel. Nou, als je slechte stemmen hebt, ja, gehoord, precies, in het leven. Ja, nou, of niet, trouwens, niet alleen, ja, slechte, maar misschien dat je in een traditie, dat je gezin heel sterk in een bepaalde traditie verankerd is, maar je ervaart gewoon dat God je leidt naar een andere traditie of naar een andere charisma. Ja. En uit liefde willen ze je misschien zeggen, nee, doe dat niet. Hè? Ja. Of ga niet op missie naar een ander land, maar blijf rustig hier in de gemeenschap, terwijl je, dus ik vond dat je moet gaan. Ja. Kijk, ik denk dat soms heb je echt een duidelijke bad guy die probeert je geld te verkopen voor een. maar vaak, ik kan me voorstellen, de grootste worsteling zit juist bij de geliefde die je wijs vindt, die je respecteert, maar waar je misschien ervaart van, nee, wat moet ik hiermee? Dat lijkt mij het lastigste, eerlijk gezegd. Nou ja, ik denk, misschien is het optimistisch, maar spreek me tegen. Maar ik denk dat je het ergens weet welke stemmen niet goed zijn. Dat je het weet. En dat je misschien moet verzamelen. En inderdaad ook soms mensen om je heen, vrienden of anderen, die je helpen te onderscheiden welke stemmen inderdaad niet goed zijn. Maar ik denk ook dat je het ergens weet. En dat je de moed moet verzamelen om dat toe te geven, welke stemmen dat zijn die aan tafel zitten en die niet goed zijn. En dat het daar zit het profetische misschien dan in. Dat het soms ook betekent dat je met stemmen moet breken. En dat het heel pijnlijk kan zijn, omdat het ook stemmen zijn van mensen waar je van houdt. Ja, mooi. Maar ja, dat is mijn optimisme. Misschien is dat ook, dat is het mooie van de katholieke traditie. Dat hij ergens ook zegt dat in de mens zelf, dat daar ergens de sporen te vinden zijn van de geest. En van het aanwijzen welke stemmen goed zijn. Ik denk dat dat er is. Maar dat vraagt dus ook wel inkeer. En luisteren. En tijd. Stilte. Stilte. Ja. Ja, ik woon in een jongerengemeenschap en ik merk steeds meer hoeveel jonge mensen moeite met de stilte hebben. Omdat er dan zo'n lawaai ontstaat aan die tafel. Ja. En dus lijkt het raadzaam om die stilte maar te mijden. Maar dat moet je dus niet doen. Laat ze maar schreeuwen. Laat die schreeuwers aan tafel maar hun kaart op tafel leggen. En dat je dan ziet, dat zijn geen goede stemmen en die kaarten deugen niet. Maar dat is dus soms een heel bitter gevecht om die stilte te laten gebeuren. Maar daar kun je doorheen komen. En daar word je wijzer van, denk ik. De profeet Elia in de berg Horeb. In de stilte luisteren, zagen. Ja, dus want wat we vaak doen en wat ik ook vaak doe, is dat je toch, als er dan dat ongemak of die pijn of die strijd is, want je zegt het is een strijd, hè, dat je afleiding zoekt. Dat je het vaak niet aan wil gaan, die strijd. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ja, dat je gaat dan toch, je komt terug en je voelt je eigenlijk helemaal niet chill na een dag werk of weet ik veel wat. Hè. Maar je zakt maar weer op die bank en je zet maar weer Netflix aan of zo. En je probeert maar even te ontsnappen aan dat alles. Terwijl hetgene wat goed voor je is, dat doe je dan soms niet. En dat is gewoon even dat rondje lopen, even die stemmen de ruimte geven. Al dat soort geestelijke spijsvertering. En zo. Ja, soort van. Ja, dat is lastig. Dat doet Paul wel weer heel goed, vind ik. Want jij gaat elk jaar
ga jij de bergen op, toch? Ga je 5 dagen lopen? Of nou, elke nou dat is meer in de zomer. Ik ga toevallig tussen kerst en oud en nieuw ga ik altijd 5 dagen stille retraite doen. Met de broers van me van het Opus Dei. Maar ik probeer ook in mijn dagelijks leven bijvoorbeeld 2 keer een 30 minuten stilgebed in te plannen in elke dag. Maar kijk, elke dag. Kijk, er komen heel veel vruchten uit. Maar ook laten we eerlijk zijn, wat jij net zegt, dat je op de bank beloft, dat je merkt, ik moet iets verwerken, maar je doet gewoon toch even YouTube open. Weet je, het is niet dat ik hier een soort van engelachtige monnik zit te zweven, maar ik kan het absoluut aanraden om bijvoorbeeld maak ik eens een keer een wandeling zonder koptelefoontjes en zonder telefoon, 30 minuten maar. Ja. Maar verveel je, laat die verveling doordringen. Daar komt creativiteit, daar komt ruimte in de geest voor. Ode aan de verveling, zou ik zeggen. Mooi. Ik zie Kees lachen. Het is, Nee, Nick Cave. het bijzondere vind ik, hè, dat dit zijn ook artistieke processen. De ware kunstenaar zegt, wees zorgvuldig met de stilte en met de verveling. Durf de verveling aan, want dat zegt hij ook. De epifanie ligt net over de drempel van de verveling. Dus ga de stilte. Openbaring, hè? Zo'n epifanie. Ja. Ga de leegte aan en de stilte aan, want dat is een noodzakelijke voorbereiding voor het nieuwe idee. Maar als je de stilte vult met lawaai, dan zal dat nieuwe idee niet komen. Misschien heel gek, maar kunnen we 30 seconden stil zijn? De mensen die luisteren. Ja, gewoon, jongens, druk even de play, zetten voor pauze. Nee, maar dan ga je dan aan. Wij gaan het goede voorbeeld geven. Gewoon even 30 seconden stil. Heel awkward, 30 seconden stil, of niet? Of misschien wordt het heel fijn. Ja, het doet toch wel wat met je. Heel gek. Maar en dit is 30 seconden. Ja, dit is een beetje symbolisch. Maar het is wel de langste 30 seconden dat ik... Het lijkt zo allemaal zo... Want als ik bijvoorbeeld nu een liedje opzet van 2 minuten... Ik weet niet, maar het lijkt zo kort dan, die 2 minuten. Terwijl nu deze 30 seconden lijken zo lang. Maar inderdaad, tegelijkertijd gebeurt er zoveel waar je over probeert na. En dit is inderdaad maar 30 seconden. Maar wat als je dit dus vaker doet of langer doet... En dat je inderdaad die verveling maar ruimte moet geven. Ja, ik leef in een generatie die dat eigenlijk niet kent. De TikTok-generatie, de magnetron-generatie. Alles moet snel, alles moet nu. Alles moet resultaat hebben. Ik denk dat inderdaad een belangrijke les is die ik zelf meeneem. Ja, neem tijd voor... hoe zei u dat? Geef de verveling de ruimte? Of durf die te omarmen? Zo mogen we ons vervelen. Hey. Vergeet niet, bij ons in de leefgemeenschap gaan mensen altijd elk jaar naar de zee. Er zijn ook een heleboel jonge mensen die die dat nooit vergeten van hun leven. Die week in de zee, de stilte en de rust. Zo. Dus het is echt geen... Het lijkt een opgave, maar het is zo'n verrijking. Ook iets, ik zie die profeten ook continu naar de stilte volgens mij weer gaan. Jezus doet dat zelf natuurlijk ook, de stilte opzoeken. Nou, moeilijk zat kan ik uit eigen ervaring, maar ik neem hem ook weer mee. Ik was ook even benieuwd, hè, stel je vindt op een gegeven moment, hè, ook door die stilte, maar ook op andere manieren, je weet dichtbij genoeg te komen bij die stemmen die waarheid spreken in je leven. Hè? En je voelt dat daar wat begint te gebeuren. Dat begint te trekken. Henk Bauma, die moet het Huis van Vrede oprichten. Hè? Of Martin Luther King, die moet in actie komen. Hè? Dus hoe ga je uiting geven? Misschien kun jij 16 van die profeten heb je mee geworsteld. Kun je misschien op een bepaalde manier zeggen. Hoe ga je uiting geven aan die stemmen die in je klinken? Wat doen ze? Wat gebeurt er vervolgens? Ja, in de podcastserie zijn er een hele grote diversiteit van mensen. Je hebt politici, je hebt schrijvers, je hebt moeders, je hebt voorgangers. Dus je hebt, dat verschilt ook wel een beetje qua talent. Wat is je talent? Wat kun je in je leven? En wat is de expressiemogelijkheid die je hebt?
En dat vind ik het prachtige. Dus heel vaak hoef je helemaal niet te veranderen. En hoef je ook niet allerlei mensen op te zoeken. Maar ga je eens wat meer letten op je broer. Of de buurt waar je werkt. Of waar je woont. En waar je ziet dat iemand je nodig heeft. Dus ik denk dat de stilte en de bewustwording. En je talenten. Of je observatievermogen. Dat geactiveerd wordt. En dat je daardoor wat meer om je heen kijkt. En ziet wat je te doen hebt. En dat is heel vaak niet groots. Maar schitterend. En de mensen die wij bestuderen, dat zijn natuurlijk een beetje larger than life figuren. Hè? Dus dat is ook wel een risico van de podcast. Dat we denken dat we allemaal Martin Luther King moeten worden. Terwijl dat Martin Luther King werd, was ook echt mazzel. Hij was gewoon dominee ergens. En dat was toevallig een plek waar een grote staking was. En ze zeiden tegen hem, jij kunt nogal goed praten. Kun je onze voorzitter niet worden? Nou ja, hij deed het maar. En van het een kwam het ander. Dus heilige onverschilligheid van waar het toe leidt, dat vind ik echt schitterend. Heilige onverschilligheid? Ja. Ja. Wat bedoel je er precies mee? Nou ja, dus dat je niet planmatig gaat werken naar wat iets moet opleveren. Maar dat je ergens gewoon het laat gebeuren. Van het een komt het ander. En ik zie dat zij mij nodig heeft. En ik hou van haar. En ik doe dit en voor haar. En dat is in zichzelf goed. Ja. Ook al leidt het tot geen krantenkoppen of dit of dat. Dat is de magie, denk ik, van het geloof. Dat die voorbeelden van Jezus over de lelie en de merel, die weet niet of die morgen nog leeft. Maar vandaag is vandaag. En wees vandaag lelie of merel. En is dat dus een les ook van die moderne, wat je ziet bij die moderne profeten, dat ze op een bepaalde manier dus ook niet bezig zijn met die toekomst. Ze doen gewoon wat er voor ze ligt, stap voor stap. En dan op een gegeven moment word je door Kees van Ekers uitgeroepen tot moderne profeet. Maar dat is niet hoe het voor hun voelde. Nee, nog één keer, als ik nou zo gisteren Michel. Ik zou een podcastserie over Michel, of een podcast aflevering over Michel kunnen maken. Ja, van de Burning Site. Ja. En dat we zouden de straat op kunnen gaan en gewoon met één mens in contact treden. En wat je zou kunnen ontdekken in die mens, dat is zo waard om te delen en te benoemen. Dus inderdaad, die onverschilligheid of iets oplevert, daar moet je helemaal niet mee bezig zijn, denk ik. In je boek schrijf je ook moderne profeten zijn gewone mensen. Ja. En dat dus eigenlijk, ja, je hoeft niet een superster te zijn om een moderne profeet te zijn. Nee. Nee. Dus de Tini Muscus, de bisschop van Breda, was dat. Schitterende figuur, echt. Die kwam terug uit Rome. En die kwam in Nederland en die werd bisschop. En die ging ze in Zeeland, ging die eens de mensen langs. En hij zag er allerlei verpleeghuizen en ziekenhuizen. En er was geen tijd meer om een praatje te maken door verpleegkundigen en mensen die ziek waren. Maar alleen de pillen. En hij zei, wat is dit nou? Nou, gewoon dat simpelweg. Iets zien en zeggen, wat is dit nou? Wat raar. Daar begint het profetische mee. Wat raar. Ja, mooi. Ik moest ook denken, want misschien moet je ook helemaal niet de ambitie hebben om profeet te zijn. Misschien moet je de ambitie hebben om gewoon radicaal God en je naaste lief te hebben. Waarschijnlijk de grootste profeten zijn mensen die we allemaal niet kennen, bij wijze van. Dat waren mensen die een verborgen, liefdevol bestaan leiden. Ik denk ook altijd, 33 heeft Jezus ongeveer op aarde geleefd. 30 waren onzichtbare jaren. En misschien moeten we ons iets meer richten op de onzichtbare jaren van Jezus. Wow. En minder, ja, ik bedoel, ik zei me goed, ja, hè? Ja. Maar ik bedoel, we zijn niet geroepen om zijn wonderen te doen. Misschien wel, sommigen. We zijn vooral geroepen om hem te volgen in de timmerplaats. Wauw, mooi. Misschien, ik moet in ieder geval één fragment instarten. Want anders krijg ik echt mot met Jesse. We hadden allerlei mooie fragmenten, onze redacteur. Mooie fragmenten van moderne profeten ook verzameld. En dan gaat het gesprek ook zoals het gaat. Dus dat is helemaal prima. Maar ik dacht in dit kader even, hè, want het heeft iets te maken met luisteren. Hè, wat ik van jou ook hoor en wat zo'n Tini Muskens dan doet, die bisschop, die luistert gewoon naar mensen in een verpleeghuis in Zeeland. Al deze voorbeelden. En een van de laatste podcasts die je hebt gemaakt is die met Nick Cave. Dat is een wereldberoemde artiest in een beetje de alternatieve scene. En ik denk niet eens dat hij zichzelf bij zich als christen zal omschrijven, maar wel een gelovig mens, een godzoeker, een fantastische maker ook. Hoe dan ook. En hij begint een paar jaar geleden een platform, een online platform. Nou, daar ben ik wel van. Red Hand Files heet dat. En dat doet hij naar aanleiding van de dood van zijn twee zoons. Zo. Althans, misschien na de dood van zijn eerste zoon dat hij dat begint. Maar hoe dan ook, hij heeft twee zoons verloren de afgelopen jaren.
mega heftig. En hij doet wat met dat verdriet. Hij maakt een ruimte, hij creëert een ruimte waarin mensen brieven kunnen sturen, met elkaar in gesprek kunnen gaan. En hij deelt iets van zijn eigen wijsheid en ervaringen. En als het goed is, dan ga ik hem even opzoeken nu. Hebben we daar iets van een fragmentje van. Voorgelezen in het Nederlands over wat Nick Cave daar zelf dan eigenlijk over deelt. We gaan even er naar luisteren. Wel, en hij schrijft soms wat. En hij durft te zeggen: er is een weg door dit dal heen. Ik voel me gedwongen dit te zeggen. In het dal denk jij, hoe kan het ooit anders worden? Hoe kan ik me ooit anders voelen? Midden in je verdriet denk je dat ik geen idee heb wat ik zeg, maar ik voel me gedwongen het te zeggen. There's a way out. Zeker. We worden anders. Je wordt nooit meer dezelfde. Je draagt het verlies in je leven mee. Maar je kunt ook weer life's fragile grace gaan voelen. Het project heet The Red Hand Files. Nick leert er veel van. Mensen schrijven me, vertellen hun verhaal. En ze voelen een sterke behoefte daartoe. Hun verhaal moet gehoord worden, zo voelen ze. Iemand anders moet het horen. Does it make sense, vragen ze eigenlijk. Ben ik de enige? Herken je het? Doet het ertoe? Het is een vorm van heling wanneer verdriet herkend wordt en erkend. En ik voel mezelf zo vaak vereerd dat ik die brieven door kan geven. Dat ik de kracht en de diepte in mensenlevens kan laten zien. En dat we zo samen een plek creëren where the soul can speak. We moeten dus de dingen uiten. Ook het cynisme en de verbittering die ik in brieven lees. De eenzaamheid. Lijden is onontkoombaar en a defining moment in the human story. Het verbindt ons met elkaar. Je kunt het in elkaar herkennen. Je kunt erdoor. Je hebt uren en uren gemaakt. Dit fragment komt nu boven. Het gaat ook iets over, voor mij, over ruimte geven aan alles wat menselijk is. En het hele leven eigenlijk. Hoe belangrijk is dat voor jou geweest om te ontdekken? Of wat heb je daarin gezien? Voor mij persoonlijk? Ja, misschien ook wel. Nou, als je het hebt over herinneringen. Dus ik heb, voordat ik theologie studeerde, bestuurskunde gestudeerd in Enschede. En ik was een... Kijk, twintigers van nu denken dat ze vroeger niet lawaaierig en druk waren. Maar ik kan je verzekeren, toen ik 20 was, was ik ook lawaaierig en druk. Ambitieus. En ik wilde heel veel. Maar ik was ook bezig om mijn geloof kwijt te raken. En toen ontmoette ik een psychiater in Enschede. Daar studeerde ik. Die stelde me de simpele vraag. Hoe gaat het met je? Ja, je denkt... Een oppervlakkige gast is dat hij door zo'n vraag al van zijn stoel viel. Maar ik zal dat moment nooit vergeten. Die gewaarwording dat er een ander mens was die zichzelf eigenlijk even wegcijferde. En die in mij geïnteresseerd was en die zei, wat zit er allemaal in je hoofd? Dat ben ik nooit vergeten, dat moment. Die Michel, hè, nog de laatste keer dan, ja, van de Bunnickside, die vertelde dus dat hij dat een paar keer in zijn leven heeft meegemaakt. Dat mensen geïnteresseerd raakten in wie die was. Ik deed even een hele grote stap, hè. Ik denk dat een heleboel vragen over populisme en PVV en onrust in ons land, dat die heel veel te maken hebben met deze ervaring. Met de erkenning, wie ben je? En wat zit er allemaal in je? Heeft iemand oog voor jouw leven en voor jouw verdriet ook? En voor je strijd? En als dat niet gebeurt, dan worden wij woest eigenlijk. En die proteststem, die gaat tegen het establishment en tegen die mensen die wel allemaal maar doorjagen. Dus de ervaring opdoen dat een mens, een oprecht mens, zich verdiept in jou. Dat is voor ons alle mensen is dat een bijna ontregelende ervaring. Want dan ga je de diepte in en dan ga je woorden zoeken voor wat er eigenlijk allemaal in je leeft. En dan komt er een heleboel omhoog, soms ook aan moeilijke dingen. Dat bedoelt Nick Cave. En dat ging hij dus doen, omdat hij dat zelf ervaarde bij de dood van zijn eerste zoon, Arthur. Dat een paar mensen dat bij hem deden en dat hij daar ook in dat proces van reflectie en inkeer God ervaarde. God was more real and more essential than ever.
Dus dan heb je het mysterieuze weer. Het kan dus zomaar gebeuren dat wanneer wij die oprechte vragen aan elkaar stellen en wij dalen af in de diepte, dat er dan iets gebeurt van bewustwording en opening. Hij had het toch, die anekdote met die dame in de supermarkt, hoe was het ook alweer? Want dat was zijn een van die diepe ervaringen, toch, van menselijkheid. Ja, dus hij kwam uit een rouwperiode en voor de eerste keer ging hij weer ergens een broodje eten. En hij ging naar een of andere cafetaria waar hij vaak heen ging. En hij wist niet hoe hij dat nou moest doen. Want de persoon die hem altijd hielp, die wist dat wat er gebeurd was. En die dacht, gaat ze nou vragen van hoe gaat het nou met je? En hoe doen we dat? En toen vertelde hij, ze vroeg mijn bestelling. Ik zei wat ik wilde. Ze zei niks. Daarna betaalde ik en ze gaf me geld terug. En toen ik het geld terugkreeg, toen pakte ze mijn hand even vast en toen kneep ze er even in. En toen keek ze me aan. En toen zei hij, dat moment van menselijkheid en ook van tastbare nabijheid, dat was alles. Mm. Heb je het weer? Hoe eenvoudig is het in zekere zin? Maar tegelijkertijd, hoe kunstig is het bijna om niet de ander te framen als slachtoffer en je zult het wel heel moeilijk hebben, allemaal invullen. Nee, een klein gebaar van menselijkheid, waardoor een mens weer even terugkomt onder de mensen en zich gezien en erkend voelt. Dat herinnert hij zich. Oh, dat is wel heel mooi. Ik heb juist het gevoel dat we vaak dan inderdaad, als je in zo'n situatie zit, het awkward vindt om wat te zeggen of te reageren of toch nog het niet over de situatie te hebben. Een beetje de elephant in the room. Yeah. Dat je moet het erover hebben. Terwijl eigenlijk dit echt een heel mooi voorbeeld is. Ja. Het kan ook zonder woorden. Yeah. En ook die vraag, hoe is het met je? Echt gemeend dus blijven stellen. Continu opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, er zit dus iets helends in. Ja. Hè? En dat kan ook met zo'n gebaar, hè? Ergens even voelen. Je hoeft het niet eens uit te spreken altijd. En ik moest nog even denken, Godwin, aan de gesprekken die we ook wel hebben gehad rondom zwart en wit, racisme in de kerk, al dat soort zaken. En dat we toen op een gegeven moment ook wel zeiden van joh, ook voor de iets als Black Lives Matters, hè, die protestbeweging, dat is een beweging die opkomt uit gebrokenheid. Er is heel veel kapot. En dus krijg je misschien ook wel een overreactie. Hè? Want jij bent er ook wel kritisch op, Paul. Op dat, hè? Dan krijg je een beweging die andere dingen weer kapot wil maken. Hè? Iemand zei dat laatst tegen me. Hurt people, hurt people. Ja. Hè, gebroken mensen maken dingen kapot ergens. En ergens is het dus denk ik aan ons als kerk ook de taak. En dat doe jij ook. Daar ga je nu ook weer voorop in Nederland. En wij proberen misschien op onze manier ook daarin wat zinnigs te zeggen soms. Dat je de dingen adresseert voordat ze kapot gaan. Hè? Voordat ze dat je al zegt van hey, dat je vraagt hoe gaat het met je. Als het gaat om, weet ik veel, Zwarte Piet discussies, dingen, problemen die in Nederland waren of zijn. Hè, dat je zegt hoe en daar ruimte aan geeft of zo. En dat, maar dat doen we vaak niet als kerk. Of dat doen we vaak niet als christenen. Eigenlijk hetzelfde net als wat het voorbeeld van net. We vinden het awkward. Want ja, je weet niet of je iemand inderdaad gelijk in een hoekje duwt. Of dat je. Ik merk er dan heel veel bij als ik dit soort gesprekken heb. Dat mensen denken, ja maar als ik daar iets zeg, dan misschien zeg ik iets verkeerds. En dan ga jij denken dat ik racistisch ben. Weet je, dat mensen kijken ook een beetje dan. Mensen durven niet. Ja, en je bent heel snel slachtoffer ook. Heel vanuit de situatie ook. Terwijl je eigenlijk ook zoiets kan proberen wat wij doen. Lekker aan tafel zitten, gaan met elkaar praten. Dat wil niet zeggen dat ik gelijk heb of jij gelijk hebt. Hmm. Maar laten we het gesprek aangaan. En dan zal je daarin echt wel elkaars hart vinden. En ik denk dat we dat een beetje te weinig doen. Daar hebben we wel een heel mooi project voor opgezet. Meer kleur in de kerk met ICP. En daarin merk ik wel dat er op een laagdrempelige manier wordt het toch wel uitgereikt naar elkaar op deze manier. En ik vind dat we als christenen het voorbeeld kunnen geven. Omdat we, als wij laten zien hoe het kan, dan kan dat geweld denk ik soms voor zijn. Ja. In plaats van afwachten tot de geweld plaatsvindt. En dan met z'n allen zeggen, oh maar nu moeten we hiervoor bidden tegen het geweld. Terwijl we eigenlijk soms wel een stap voor konden zijn. Het raakt mij, dat hoe gaat met je, dat raakt mij. Want ik denk bij mezelf ook, dat is misschien ook de fundamentele politieke stelling die we moeten innemen. In de zin, het hoe gaat het met je, impliceert allerlei mooie dingen. Ten eerste impliceert, ik oordeel niet. Ik oordeel niet over je. Ten tweede, ik ben niet met mezelf bezig. Mm-hmm. Het is geen belangenpolitiek. Het is niet, ik voor mijn eigen groepie wil deze rechten. Nee. Het is de oprechte vraag aan je medemens, hoe gaat het met je? Hoe gaat het eigenlijk met jou, Paul? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Nou, het gaat goed. Ik ben geraakt. Ja, ik word altijd. Ik moet zeggen,
dat deze podcast, dat elke keer weer, ja, dan stap ik weer de trein en dan is het wel. Dan is het wel heel veel mooie dingen verwerken. Ook een bepaalde van, ja, mooie geschenken om over na maar te denken. Maar wat raakt je, want je kunt het politiek duiden nu, zeg maar. Hè? Of maar wat raakt je er dan in? Nou, wat me raakt is, als ik gewoon kijk naar wat denk ik dat een van de grootste problemen is van de afgelopen jaren van nu. En dan kijk ik ook naar mezelf. Ik wil niet alleen maar soort maatschappelijk extrapoleren. Is die polarisatie, is die vervreemding, is dat zieke individualisme en autonomie denken. En wanneer weer ieder voor zich. Ieder voor zich en dat hele oordelen. En jij gaat kapot. En jij maakt mijn land kapot. En jij en dan kom je zo'n moderne parfait tegen. Dan kom je zo'n oprechte podcast. Ook vorige week, weet je, dat echtpaar. Weet je, ja, dan zie je gewoon, hier zitten antwoorden in. Hier zit waarheid in. Dat ervaar je gewoon. Ja, en dat raakt mijn ziel. Hoe gaat het met me? Ja, ik voel ik heb mijn ups en downs, maar ik voel me gezegend. Ja. Absoluut, ja. Mooi man. En een beetje profetisch, want volgens mij, volgens mij heb je zin om die waarheid ook in wat oren te toeteren op een bepaalde manier. Weet je, als ik nog één dingetje kan zeggen, Kees heeft veel zinnige dingen te zeggen, maar als ik één ding nog kwijt kan, is verveling is goed, maar je hebt ook iets dat is existentiële verveling. En dat is dat je druk maakt om dingen die uiteindelijk gewoon niet relevant zijn. Hè? En dat we ons laten afleiden en dat we alleen maar bezig zijn met gewoon heel veel banaliteit. Gewoon onzin. Gewoon onzin. En die vraag vat het zo goed samen. Van hoe gaat het met je? Kijk, als ik op mijn sterfbed lig, weet je, dan wil ik die vraag hebben gesteld aan zoveel mogelijk mensen. En uiteindelijk ook trouwens aan Jezus. Die vraag moeten we ook aan Jezus stellen. Dat denk ik heel belangrijk. Oh? Jij wilt aan Jezus de vraag stellen, hoe gaat het met je? Ja. Waarom? Ik stel het hem vaker. Nou, kijk, dat is ook een beetje katholieke theologie. Wat zegt theologie. Hij eigenlijk dan? Wat er gebeurt er als je het hem vraagt? Nou, dat hangt af per keer. En hoe goed ik ook naar hem kijk en naar hem luister. Maar één die ik vaak heb ervaren is ten eerste dat hij naar me glimlacht. Omdat hij het waardeert. En ten tweede, de verlossing is nog gaande. Hij lijdt nog steeds. Hij lijdt nog steeds om die onverschilligheid, om dat individualisme. Hij lijdt nog steeds omdat we in de kerk ons soms ook druk maken om dingen die totaal niet belangrijk zijn. Ik word nu ook zenuwachtig van het hele links en rechtse gebeuren. Maar in ieder geval, ik denk dat Jezus, maar dat moet ik met een stukje katholieke theologie. En de katholieke theologie is, de verlossing heeft plaatsgevonden, historisch, maar het vindt plaats. Mm-hmm. Daarom kunnen we ook, ja, ik wil het nu niet, maar het idee van, ik kan Jezus nog troosten, ik kan met hem helpen, ik kan hem helpen. Hij lijdt nog steeds. Ja, ik vind het wel een mooie, want als ik kijk naar de coronatijdperk, heeft dat ons toch wel geleerd inderdaad dat wij niet echt stilstaan bij die vraag, hoe gaat het met je, vooral aan mensen die anders denken. Het heeft ons een beetje ook uit elkaar geschud als christenen. Dat hele vaccineren en niet vaccineren en nu zitten we met z'n allen weer aan tafel, niemand heeft het erover, maar er zijn wel mensen die echt beschadigd zijn door hun naasten. En dat we elkaar echt inderdaad niet meer hoeven te wachten tot de pandemie komt. Dat we elkaar gaan vragen, hoe gaat het met je? En ik heb gelukkig wel dat ik bijna elke dag word ik gebeld door Philemon Perotti. En die stelt mij echt oprecht de vraag, hoe gaat het met je? Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin wist ik ook niet te antwoorden. Nee. Dus dat is ook weer de andere kant ervan. Wees ook kwetsbaar als iemand vraagt, hoe gaat het met je? Als we het nu gewoon aan jou vragen, ik ben gewoon even nieuwsgierig. Ik ben geen idee of de luisteraar het interessant vindt, maar hoe is het met je? Op dit moment gaat het echt oprecht goed met me. Ik heb het wel koud hier in de ruimte. Maar ik geniet van het leven. Ik geniet van mijn dochter. Ik geniet van het gezinshuis, van de kinderen. En het heeft natuurlijk wel zijn uitdagingen. En als ik dan kijk naar wat ik allemaal in het leven mag doen nu, als 30-jarige, dan kan ik zeggen dat het heel goed gaat. En dat ik heel blij ben in het leven. Ik ben mentaal gezond. Qua voeding weet ik niet of ik echt gezond eet, maar ik voel me gezond. Ik voel me lichamelijk heel gezond. En voor de rest mag ik lekker genieten van het hier en nu. Ik ben niet meer heel veel bezig met wat wil ik over 10 jaar, wat wil ik over 12 jaar. Ik ben lekker bezig met wat wil ik nu en waar staan we nu. En ik heb echt niks te klagen in het leven. Ja. Hoe gaat het met jou, Kees? Wat Paul zegt raakt me wel. We zingen op de Witteberg vaak het zeelied. Blijf het hier, ontwacht het niet meer. Een zin van Christus. Blijf bij mij en waak met mij.
Bleibet hier und wachet mit mir. En altijd als we dat zingen, dan gaat er een soort pijnscheut door me heen. Dan denk ik, ja, waken met Christus. Dat is ook... Kijk, hoe gaat het met mij? Ik denk dat ik, als ik eerlijk ben, een bepaalde fundamentele verstomming over wat de doden, de haat, het geweld. Toen pas zei het iemand me weer. Toen hadden we het ook over onszelf allemaal. Toen zei hij, oh ja, by the way, deze week zijn er weer 150.000 leeftijdsgenoten van je doodgeschoten in de Oekraïne en in Rusland. Doet je dat iets? Dus het toelaten van de fundamentele verscheurdheid. Ik denk heel vaak dat de profeten die ik bestudeerd heb, dat die altijd die laag in hun leven niet verdoezelen. Ik ben verscheurd. En Pascal, Christus zal leiden tot aan het einde van de wereld. Hij leidt in ieder misbruikt kind. En in iedere racisme zit mij ook dicht op de huid. In iedere kleinering om je huidskleur en om het verleden dat geactiveerd wordt van verschrikkelijke slavernijplantages. Dus die, het is heel tegendraads tegenwoordig, lijkt het wel. Maar de tranen, gewoon de verscheurdheid over deze wereld, is dat niet een hele diepe vorm van vroomheid en liefde voor Jezus? Dus dat helpt me, wat je zegt. Ze leden veel, hè? Ja, ze konden veel lijden. Ze leden veel. En dat wisten ze. En dat was ook geen belemmering. En daar heb je die theologie voor nodig, die jij zegt. Dat is Christus, bij Christus zijn. Dus dan, als jullie nog die film hebben, die moet je echt een keer kijken. Er zit een arts in. En die arts, die groep van 8, die moet met elkaar bepalen, gaan we weg of gaan we niet? En ze weten, als we niet weggaan, dan is de kans groot dat we vermoord worden. En dat het mooie van die katholieke traditie is, dat gaat niet één iemand zeggen, maar met elkaar mag ieder zijn eigen gewetensproces aangaan. En uiteindelijk besluiten ze alle 8 of 6 om te blijven. En dan heb je 1 arts. En die besluit ook om te blijven. Dan hangt er in de gemeenschapsruimte een afbeelding van de lijdende Christus met wonden, met bloed. En dan, dat is een man van weinig woorden, en dan gaat hij naar dat schilderij en dan gaat hij even met zijn wang langs dat bloed van Christus, langs die wonden. En dat is als het ware zijn aanvaarding van zijn eigen dood. Ja, dat vind ik, dat begrijp ik heel goed op een diep niveau. Dat als Christus geleden heeft en deze weg gegaan is, help mij dan, Christus, als ik op mijn manier die weg moet gaan. En daarna kun je hem ook gaan. Ja. Daarna kun je hem ook gaan. Het heeft ook met, om hem even af te maken. Ja, want ik wilde jou ook vragen, Henk-Jan. Hoe gaat dat met jou? Ik voel me heel sterk en heel zwak. het zijn gewoon hele lastige jaren geweest voor Move and Living Image op een bepaalde manier. En dat zie je er nooit zo erg aan af. Maar of het nou om je persoonlijk, dat leer je op een gegeven moment ook in het leven. Of het nou je persoonlijk leven is, of je bedrijf of je werk of zo. Ja, ergens, we weten vaak niet half wat erachter speelt bij mensen. Mm-hmm. En bij ons is het, ik heb het gevoel dat ik al jarenlang het 1,5 jaar Move financieel aan het redden ben en het volgende Living Image. Gelukkig samen met anderen. Zo, maar en dat is 100.000 dingen over te zeggen, maar een soort van diepe onzekerheid en moeten knokken en bezig zijn met dingen is gewoon heel zwaar. En daar op een gegeven moment en daar dan ook zelf de goede dingen in blijven doen en de stilte blijven vinden, maar ook jezelf weer tegenvallen en al die dingen die zorgen ervoor dat ik me best wel zwak heb gevoeld of nog steeds ook wel voel. En tegelijkertijd kan ik ook weer dichterbij komen daardoor bij God en bij mezelf en bij de mensen die ik lief heb of dat. En is er ook iets van een gestaaldheid ingeslopen? We hebben laatst veel gesprekken moeten hebben, ook over de toekomst van de dingen waar we mee bezig zijn. En daar heb ik op een gegeven moment gewoon 3 uitgangspunten geformuleerd voor mezelf. En los van wat er, hè, broer, drie uitgangspunten voor mezelf geformuleerd. Ik zeg, joh, het enige wat ik wil is Living Image Move veilig naar de overkant. Hè. Dus er heeft wel een storm gewaaid en nog steeds wel. Veilig naar de overkant helpen brengen. Dat is mijn verantwoordelijkheid.
Andere is goed zorgen voor mijn gezin. En de derde S is er niet aan onderdoor gaan. Misschien wat negatief geformuleerd, maar gewoon die drie dingen. En dat helpt mij om dus principieel te staan hierin. En ik heb best wel moeten zoeken het afgelopen half jaar naar hè, als je in de shit zit, dan wil je eruit. Hè, dan onze primaire reactie is fight, flight, freeze als mens. Als er hè, en al die dingen waar jullie net ook over praten, al dat lijden, al dat onheil, al die ellende. Mensen willen eruit. Hè, of ze gaan heel hard vechten, of ze bevriezen. Dat is wat er gebeurt. En ik denk, iemand zei dat laatst, beschaving is. Maar ik denk ook, wat Jezus ons leert, is dat die reactie nooit leidend hoeft te zijn. He, dat je uit principes en vanuit het koninkrijk, vanuit als je hem navolgt, dat je op een andere manier leert leven op dat moment. En dat betekent niet dat die primaire reactie, dat je die niet voelt. En dat is de he, en daarom ga je maar weer verdoven. Daarom ga je maar terugslaan. Daarom ga je, als je niet uitkijkt. En dat doe ik nog steeds soms, dat. Maar ik probeer steeds beter te zeggen. En het helpt mij nu in ieder geval om wel heel duidelijk te hebben van, oké, dit zijn de drie uitgangspunten waar ik op stuur. En dan ben je niet meer stuurloos in ieder geval. Dan doet het nog steeds wel pijn. En dan he, dat gaat gewoon volgend jaar in mijn portemonnee voelen persoonlijk, als eigenaar van het bedrijf. En ik vind ook, dat is dus dat moet ik gewoon gaan voelen. En ik kan het is ook een beetje gek om dit allemaal in de podcast te vertellen. Dus ik kan ook niet alles over vertellen. En we blijven er met elkaar voor gaan. Het is echt helemaal niet zo dat als je nu denkt, ik ben klant van Living Image, ik krijg mijn product niet meer. Nee, dat is niet zo. Echt niet. Maar het is wel gewoon leren dealen met de consequenties. En daar ook de pijn van moeten verdragen. En tegelijkertijd is het is het wel makkelijker. En dat is de kracht die ik dus ook wel weer heb gevonden. Die gestaaldheid. Dat het je helpt om vanuit die principes te blijven leven. Ja. Ik denk dat jij Kees een nieuwe moderne profeet hebt gevonden. Nee. Waar je over zou kunnen schrijven. Nee. Ja, de reden waarom ik dat zeg. Ik denk dat moderne profeten. En heb ik het boek van Kees niet gelezen. Maar ik denk dat moderne profeten ook op bepaalde levels ook wel een bepaalde druk ervaren. En hoe groter de verantwoordelijkheidsgevoel wat je hebt, hoe groter de druk kan voelen. En dan weet jij als eigenaar op dit moment dat jij kan niet de bal droppen. Want je bent niet verantwoordelijk voor jou alleen. En ik denk dat dat iets is wat moderne profeten heel erg hebben in mijn ogen. Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel voor velen en niet voor jezelf alleen. Ja, nee, dat zit er ook in. En die moet je tegelijkertijd ook wegen. Want dat zijn allerlei verantwoordelijkheden die op elkaar heen lopen. En ook voor jezelf. Ja. Maar daar zit het, je hebt wel gelijk, ja. Ik had nog een vraag voor Kees. Ook geïnspireerd door de profeten. Dat is, wat zijn bronnen van vreugde en van geluk, waar je als je volop voor wilt gaan, waar kan je vreugde, waar kan je geluk vinden? Niet de balans, ik hou niet van dat woord. Maar je wordt geconfronteerd met de dingen, hè, die niet goed gaan. Hoe vind je daar je weg in? Om ook, ja. Nou, wat Henk-Jan net zegt. Kijk, je kunt ook het zo beleven dat er een bepaalde glans ligt over het gesjouw van ons. Het geploeg of zo. Mm-hmm. Als je er maar de druk van het succes vanaf haalt. Mm. Iets moet lukken. Want anders dan faal ik of dan dit. Dat moet eraf. Dat is volgens mij een soort wereldse vloek die over de dingen ligt. En die alles kapot maakt. En als je dat lukt om bijna de schoonheid te zien van een jong mens met idealen die iets opbouwt en die hard werkt. Mij raakt altijd, uw vader die in het verborgene ziet, zal u in het verborgene belonen. Dus het gaat niet om de openbaarheid en de grote successen. Het gaat ergens om een mens die Christus volgt. En dat vraagt veel. Mm-hmm. En hoe vind je geluk? Ik heb net Anne Voskamp beschreven. En die komt uit Canada. Ze schrijft het. Schrijfster. En die heeft het echt over de zintuigelijkheid van de akker en het landweggetje en de wind. Ik fietste hier net naartoe.
Het was lekker november koud, december koud inmiddels. Ik fiets door de stad hier, Utrecht. En ik denk dat de ontspanning en de stilte en het geloof en dus die vloek van succes eraf halen, dat ook de vreugde van de seizoenen en de vogel die ik net in de tuin bij ons zag, maar ook het kleine geluk, hè, waar jullie begonnen net over je kinderen. De grootsheid van het kleine en van het gewone. En daar vreugde in vinden. En dat ook als een soort spoor van God zien in het leven. Ja, daar vind ik zelf in ieder geval heel veel geluk in. En nogmaals, die vloek van iets moet. Iets moet, want anders ben ik niet geslaagd als vader of als ondernemer of als dit. Dat is de vloek van de moderne tijd. Die blazen wij weg gewoon met z'n allen. Wij zitten hier nu aan een tafeltje. Je ziet dat als de stilte dat die ons goed doet. En we een beetje beginnen te hakkelen. En dan we zeggen, ja, wat kan ik zeggen, wat kan ik niet zeggen. Er zit veel in ons allen. En we beleven even een uur van ontspanning en van met elkaar delen van dingen. Wij hebben niet meer nodig vandaag. Nee. Nou, misschien om... Om dan één ding wat we nog nodig hebben is een lied. Ja, een lied. Ik ken een goed lied voor dit. Het heet De Stilte Zingt een Lied. Okay. Het is een kinderlied. Ik weet alleen niet van wie. Die wil ik gerust ook bij opzetten. Maar ik had er ook nog eentje in eentje die ik zaterdag luisterde met vrienden. Je mag ook verliezen van Eline. Oh, van Eline. Ja, samen die vind ik een hele mooie. Ja. Martijn Buwalda geschreven. En we luisterden hem zaterdag, want toen hadden we ook een gesprek aan de tafel met gelukkig heel veel eten en wijn. Toen zei ik ook, ja, wat loop ik nu uiteindelijk te piepen zolang ik goede kaas kan kopen en wijn en vrienden heb. En vrienden die ook verlieservaringen hebben gehad in hun leven, denk ik. Hè? Nou, de moeite ervaren die waar we het over gehad hebben. Er is veel gezegd nu. Ik kan het allemaal gaan samenvatten en herhalen. Ik zou zeggen, ga dat vooral niet doen. Ga het gewoon nog een keer luisteren, die podcast. Er zit heel veel wijsheid in. Dank je wel daarvoor, Kees. Dank ook voor jullie openheid en jouw profetische woorden. Net, Paul, met recht uit het hart, volgens mij. Al die moderne profeten, die verloren, denk ik, ook wat. Mm-hmm. En dat mag dus, eindigde Kees mee. En ik denk dat dat heel mooi vertolkt is in dit lied van Eline. Mm.